In een steeds sneller veranderende markt is het van belang om controle te houden op je budget, je personeel, de tijd en je begrotingen. Daarom heeft Ilionix het programma Zorgcontrole ontwikkeld. En we gaan nu eerst kijken bij een klant. We zijn hier vandaag bij Elker. Wat houdt die organisatie nou precies in? Ja, Elker is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Wij helpen jongeren van ongeveer 0 tot ongeveer 23 jaar met hun ouders en verzorgers. Nou, dat doen we met ongeveer 400 mensen in de hele regio Groningen, de hele provincie Groningen. En we werken daarbij samen met het Poortje Jeugdinrichtingen. Mm-hmm. En het Poortje Jeugdinrichtingen is een gesloten jeugdhulpinstelling en een justitiële jeugdinrichting. Hoe komt het nou dat deze software specifiek voor jullie en jullie organisatie nou zo belangrijk is? Nou, eigenlijk omdat er heel veel verandert in de zorg. De financiering is veranderd, de aansturing. We moeten ook efficiënter werken. Er wordt bezuinigd in de zorg. Dus het is voor ons van belang dat we die informatie sneller hebben. Dat we die efficiënter krijgen. En dat we ze ook meer in samenhang kunnen brengen. En over wat voor informatie hebben we dan? Eigenlijk over de meest belangrijke informatie waar we in onze organisatie op sturen. Dat gaat allereerst uiteraard over cliënten. Hoeveel cliënten bijvoorbeeld staan er op de wachtlijst? Hoeveel cliënten hebben we in zorg? Wat is de kwaliteit van de geleverde zorg? Dat soort dingen. Ten tweede ook ons personeel. Ons werk is natuurlijk mensenwerk. We hebben heel veel personeel in dienst die zorg uitvoert, die hulp levert. En je wilt ook weten van nou, hoe verhoudt de formatie zich tot de begroting? Hoe is het met ons ziekteverzuim, de productiviteit, dat soort dingen. En tenslotte ook hoe is het met het geld? Geven we niet te veel geld uit? Liggen we op koers? En kunnen we de cliënten die we in zorg hebben, kunnen we die ook betalen? Ja, en ik heb begrepen dat de leverancier hier ook aanwezig is, toch? Ja, het is afdelingsoverleg en de leverancier die is aangesloten. Ja. Om ook te zien hoe de software in de praktijk gebruikt wordt. En ook om het verder door te ontwikkelen. Ja. Want zoiets wordt ook elke keer weer verbeterd en aangepast. André, als ik het nou goed begrijp, is het dan zo dat Ilionix ICT-oplossingen aanbiedt aan bedrijven? Ja, dat heb je goed samengevat. Eigenlijk wat we doen is zorginstellingen helpen om de informatie die ze al in diverse systemen jarenlang hebben, om die op een eenduidige manier in een nieuwe visuele laag te presenteren. We slaan tegenwoordig van alles op. Jij hebt allerlei devices bij je tegenwoordig waarvan alles op staat, maar het tonen van die informatie die dat bevat, dat is het allerbelangrijkste voor zorginstellingen en in de toekomst ook op het gebied van zorg voor de gemeentes. Dus wat staat er nou in die informatie en wat kan ik daar dan mee?